Ik heb ja, twee grote liefdes eigenlijk. Zeg maar. De ene kant is het geneeskundevak en de andere kant is het handballen. Ik ga niet één ding aan de kant schuiven, ik wil ze allebei goed doen. En dat houdt dus voor studie in mijn studie afronden. En met Dalfsen wil ik ja, het hoogste wat mogelijk is dit jaar. Ik studeer geneeskunde in Nijmegen. Dus ik doe een opleiding tot arts. En dit is ondertussen mijn zesde jaar. Dus ik ga mooi vooruit. Ja. Ik ben nu bij mijn ouders. Mijn ouders wonen in Olst. In principe woon ik hier ook. Alleen als je kijkt hoeveel ik hier echt ben in praktijk, is dat heel weinig. Want overdag ben ik dus in Nijmegen voor mijn stage. En 's avonds ben ik vaak aan het trainen. Nou, ik denk dat de meest realistische weergave is dat ik binnenkom. Ik zet mijn spullen neer. Ik maak een hapje eten warm. Ondertussen vlieg ik naar boven, kleed ik mezelf om, pak ik mijn spullen. En als ik dan weer beneden kom, is het eten warm. En dan eet ik een hapje en dan vertrek ik naar trainen. Ik speel het langste bij Dalfsen. Op dit moment mijn negende seizoen. Dus dat betekent wel dat de club kent jou en jij kent de club. En je weet wat je aan elkaar hebt. Dus in dat opzicht is het een voordeel. En ik denk ook wel dat ik anders ben dan de gemiddelde speelster bij Dalfsen. In de zin van dat ik gewoon erg veel tijd in mijn studie moet steken. Maar het is wel zo dat ik twee dingen doe die ik hartstikke leuk vind. En als je twee dingen doet die je leuk vindt, dan kun je heel veel en heb je er heel veel voor over. Ik ben daar zelf binnengekomen toen ik een jaar of 16 was. Dus dan ben je zelf het jonkie uit het team en ga je groeien en trek je je op aan mensen. Nu is het misschien andersom. Nu ben ik degene die daar langer speelt. En het zijn de andere mensen die bij Dalfsen komen en nou ja, onder andere van mij qua spelsystemen dingen willen leren. Maar ook van Peter, onze trainer, die absoluut heel goed training geeft. En al die dingen samen ja, ervoor zorgen dat mensen kunnen klimmen. Het is een enorme teamspeelster die niet graag op de voorgrond treedt. En dat is eigenlijk zeg maar, voor ons wel een onmisbare speelster. Dus, enorm sterk in de dekking, sterk ook in de aanval. En het is iemand die ervoor zorgt dat andere mensen beter spelen. Dus ja, zij is eigenlijk na mij wel degene die precies weet wat onze spelstructuur is en wat alle taken zijn van iedereen. Ik zit bij Dalfsen perfect. Ja, ik draai mee in de Eredivisie. Zoveel jaren achter elkaar landskampioen. Dus beter dan dit ga ik het niet krijgen. Het is natuurlijk een hele interessante speelster. Het is een goede verdediger met veel internationale ervaring. Ik kan me heel goed voorstellen dat er in het buitenland heel veel clubs zijn die haar heel erg graag zouden willen binnenhalen. Er zijn echt wel aanbiedingen op me afgekomen de afgelopen jaren om naar het buitenland te verkassen. Maar omdat ik voor mezelf dat doel voor ogen had, ik ga een diploma halen. En dan kan ik het mezelf heel moeilijk maken en me daarin gaan verdiepen. En zeggen, ik wil dit misschien wel of ik wil dat misschien wel. Maar als je eigenlijk de keuze al hebt gemaakt, dan vind ik dat je je daar niet mee bezig moet houden. Dan moet je het ook niet moeilijker maken dan dat het is. Dus ik heb al die dingen expres altijd naast me neergelegd. Nou ja, en komend jaar gaat het dus zo zijn dat nou ja, de mogelijkheid er is. Maar nogmaals, er is ook een andere kant. Dat is maatschappelijk, dus we zullen zien.